Nice. Tijdens de edit van de video wat jullie nu zo gaan kijken, is er een klein foutje. Die heb ik gelukkig voor de edit al een beetje kunnen fixen. Dus hier de video. Nice, ik ben eindelijk bij de locatie aangekomen. Maar ik moest wezen, de Kannenberg. Hier ga ik Pokémon voor jullie vangen. We beginnen natuurlijk met een Epon. Het is wel vreemd om je Pokémon Go te spelen, terwijl dat er mensen zijn. Want ik ga jullie wat vertellen. De locatie wat ik heb gekozen voor deze aflevering is de Kannenberg. Zo gaat ook de aflevering heten. De Kannenberg. Waarom? Omdat het een kasteel is. Een van de weinige kastelen die nu nog te bereiken is. En die nog recentelijk overeind staat. Kannenberg is een van de twee kastelen bij mij in de omgeving. Doe trouwens het like op deze video als je meer wilt weten over de Kannenberg. Dan kan ik het jullie in een video vertellen. Maar abonneer ook even op mijn YouTube kanaal. Bij genoeg likes ga ik het vertellen over de Kannenberg. Bij 5 likes zou ik het gaan vertellen, ja. En hier probeer ik wat Pokémon voor de video alvast te vangen voor jullie. Hey, ik kan ook hier een Arbok vangen, zo te zien. Waar is die? Ontvangen? Die is. Oké, dat is niet hier op het terrein. Ik ga speciaal voor jullie er naartoe. Dan zie ik jullie zo bij dat ik Arbok ga vangen. Want hier kon ik toch niet veel vangen. Arbok willen jullie ook natuurlijk zien hoe die gaan vangen. Tot zo. Joke, nice. Ik ben bij de locatie aangekomen. Helaas. Is de Arbok die ik wou gespawnt. Maar ik hoop dat hij weer terugkomt. Dan kan ik hem gaan vangen. Want ik hoop het echt, want dan heb ik hem op beeld staan, dat ik hem voor jullie kon vangen. Jongens, Pokémon Go, ja, het is zo. Is niet zo gemakkelijk als wat het lijkt. Vooral als je peuters losraken. Ga ik hem even weghalen en dan opnieuw plaatsen. En dan hoop ik dat hij er opnieuw komt. Nee, hij ging helaas vandoor. Jammer. Maar dan sluit ik hierbij de video af en dan zie ik jullie bij de volgende video. Adios.